hele rare dag. Maar ik mis ook een hele grote vriend hier ook. Manus Groenveld. Die, ja, dat is echt een hele grote vriend. 32 jaar stond Vronie Rommers uit Schagen op de wekelijkse goederenmarkt in haar stad. Het coronavirus maakte vroegtijdig een eind aan haar carrière als marktkoopvrouw. Het is een hele rare dag, maar ik denk dat mijn zoons gelijk hadden. Want die zei al, maat, is het niet eens tijd om te stoppen? En nou kwam die virus. Nou, dat moest gewoon. Dan moet je toch een keer denken van, wil ik ziek worden? Wil ik nog een tijdje leven? Dus moest ik wel kiezen. Dus het is niet anders. Het is een beetje een afscheid met een dubbel gevoel. Jawel, maar ik hoop dat het de rest van de marktmensen allemaal heel goed gaat. En dat ze het allemaal weer trekken. Dat ze echt er weer bovenop komen. Dus, en we hebben natuurlijk een geweldige marktmeester. Hè? Dat mag ik ook niet buiten kijf laten. Dus nee. Hoe lang heb je op de markt gestaan hier in Schagen? 32 jaar. Ja, dus dat is een hele poos. Ik ben echt Schagenees, hè. Dus, en onze jongens zijn hier geboren. Ik heb 4 zoons, Rommers, die dakdekkers. En zijn alle 4 hier geboren. Dus er zitten gevelreinigers tussen en er zitten schilder tussen. En geweldig. Harde werkers. Dus, en nu is het bestaan op de goederenmarkt echt over? Ja, op de goederenmarkt is het over. Ja, maar niet op de jaarmarkt, eind van het jaar. Als het weer een beetje optrekt, dan ga ik wel naar Herengewaard en naar Winkel de Corso. En, want ik heb natuurlijk nog wat spullen. Dus, maar ja, ik hoop ook, normaal gesproken sponsoren onze jongens altijd het popfestival hier ook. Maar ik hoop dat dat voor de jeugd ook weer doorgaat. Dat, laten we het hopen. Er zijn zoveel festiviteiten die niet doorgaan. Dus, maar hier is het voor mij over. Ik ben 79, hè. Dus dan mag het. Dan wordt het wel eens wat, hè. Dan mag het, hè. Ja. Het een had met het ander te maken. Deze virus kwam van buitenaf. Heb niemand part nog deel aan, maar je moet er wel mee dealen. Dus, In ieder geval vandaag mooi in de bloemen gezet. Zeker. Heel leuk. Had ik niet. Ik wou het eigenlijk niet eens, maar ik vind dit wel heel lief allemaal. Ja, heel mooi. Dank jullie wel. Red je dat zo? Ja, ik heb een fiets. En die zijn ook nog voor jou. Nou joh.